Een ongeveer 30-jarige man heeft vanochtend het filiaal van Halfords in winkelcentrum Sterrenburg overvallen. Hij kwam de winkel binnen aan de achterzijde, waar hij een medewerker bedreigde met waarschijnlijk een vuurwapen. Hoeveel geld hij heeft buitgemaakt is niet bekendgemaakt. Politieagenten zagen enige tijd later op de Abraham Kuiperweg in Krabhof iemand lopen die leek op de dader, maar die man leek niets met de overval te maken te hebben. De politie heeft een derde verdachte aangehouden voor de schietpartij in de Langeraarstraat in Zwijndrecht. Het gaat om een 25-jarige man uit Helmond. Hij zou de schutter hebben geholpen. Bij de schietpartij kwamen een moeder en twee dochters om het leven. De vader van het gezin raakte zwaar gewond. Wethouder Mos wil winkeliers in de binnenstad reclamebelasting laten betalen. Dat schrijft AD De Dordtenaar. Het belastinggeld wordt gestort in een ondernemersfonds waarmee winkeliers gezamenlijke activiteiten kunnen betalen, zoals feestverlichting of een evenement. Nu wordt dat vaak betaald door winkeliersverenigingen, maar niet iedere winkelier is daar lid van. Detailhandel Nederland, die de belangen behartigt van detailhandelaren, waarschuwt voor zo'n ondernemersfonds. Het gevaar bestaat dat winkeliers voortaan moeten betalen voor zaken die altijd door de gemeente werden betaald. Als voorbeeld worden bloembakken op straat genoemd. De wethouder moet zijn plan nog uitwerken. Een deel van de nieuwe Merwedeweg in het buitengebied is voorzien van milieuvriendelijker asfalt. Het gaat om een proef met asfalt dat bij het mengen niet verwarmd hoeft te worden. Dat scheelt energie en vermindert de uitstoot van CO2 met 40%. Dat is belangrijk voor gemeenten die zo een CO2-uitstoot kunnen verminderen. De afgelopen 15 jaar is al geëxperimenteerd met zogenoemd halfwarm asfalt. Maar dit is de eerste keer dat koud asfalt op een openbare weg wordt aangebracht. De komende tijd zullen boringen en proeven plaatsvinden. Een 38-jarige Dordtenaar is op zijn werk in Rotterdam door de politie opgepakt. Vanwege verduistering was de man veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van enkele tienduizenden euro's. Maar hij had nog steeds 24.000 euro niet betaald. Omdat hij dat ook niet kan betalen, is hij direct in een cel gezet. Hij moet 154 dagen zitten. Drie Dordtenaren van 22, 23 en 24 jaar oud zijn gisteren in Papendrecht aangehouden. Ze zaten in een woning waar een hennepkwekerij was gevestigd. De 200 wietplanten zijn vernietigd. Omwonenden hadden geklaagd over stankoverlast. De parkeergarages Spuihaven en Veemarkt krijgen nieuwe parkeerautomaten. Daardoor kan er behalve met contant geld en een chipknip ook met een pinpas worden betaald. De nieuwe automaten zullen ook minder last hebben van storingen dan de oude. Spuihaven krijgt komende week nieuwe automaten, Veemarkt een week later. Oude parkeerkaarten met een magneetstrip zijn dan niet meer te gebruiken.